Hier in huis arriveert op een dag een Franse edelman. Zijn naam is Maximilien Henri, marquis van Sandricourt. Hij is op zoek. En overal waar hij aankomt, stelt hij mensen één vraag. Meneer, bent u gelukkig? Madame, wat is het geheim van uw geluk? En als hij hier in huis is, stelt hij die vraag ook aan mij. Waarom vraagt u dat? Ach, meneer, ik heb thuis een zoon en die is al jaren diep en diep ongelukkig. Ik ben ten einde raad. Hoe kan hij weer beter worden? En dan vertelt de markies mij dat hij alles heeft geprobeerd. Dokters, psychologen, theologen, filosofen, maar hun wijze raad, hun geleerde therapieën, ze helpen nooit langdurig. Dus daarom bent u op zoek naar een gelukkig mens om diens geluk te vinden voor uw zoon? Precies. Maar wat is uw antwoord op mijn vraag? Ik ben niet echt ongelukkig. Dat klinkt niet zo overtuigend, meneer. Nee, dat klopt. Maar ja, ik heb nou eenmaal goede dagen, slechte dagen. Dagen dat ik vrolijk ben en alles aan kan. En dagen dat ik neerslachtig ben en helemaal nergens toe kom. Maar dan kunt u mij dus ook niet echt verder helpen. Nee, ik misschien niet. Maar hier in huis woont een oude man en ik heb hem nog nooit verdrietig, somber of ongelukkig gezien. Hij is altijd goed gemutst. Een oude muzikant, zijn kamer is hier verderop. Vraag hem. En als hij daadwerkelijk volkomen gelukkig is, dan moet uw zoon met hem van onder hem ruilen. Zodat hij diens geluk kan aantrekken. Ruilen van onder hem? Geluk aantrekken? Juist. De markies gaat op zoek naar de oude muzikant, maar die zit niet op zijn kamer. Hij hoort het al snel. Die is buiten aan het spelen. Op een bankje in het parkbos vlakbij het huis. Hij gaat er naartoe, ziet daar mensen passeren. Schenken de muzikant een glimlach of een muntje. En de markies wordt geraakt door zijn muziek. En na afloop vraagt hij aan de muzikant: meneer, bent u echt gelukkig? Jazeker, ik ben volkomen gelukkig. Maar wat is dan uw geheim, het geheim van uw geluk? Ach, heel eenvoudig, meneer. Beschouw elke dag als je beste dag en de avond zal laten zien wat het geluk van die ene dag geweest is. Maar rijk bent u niet zo te zien. Nee, mijn muziekinstrument is mijn enige bezit, maar wat maakt het uit? Ik leef voor de muziek. Maar dan moet ik u hebben. U moet naar mijn huis komen om te spelen voor mijn zoon. U krijgt de mooiste gastenkamer, het heerlijkste eten. Dank u voor het aanbod. Maar ik vertoef liever hier in de vrije natuur. Hier ben ik thuis. Maar meneer, u kunt geld van mij krijgen, zoveel als u wilt. U hoeft zich nooit meer zorgen te maken. Ach meneer, ik heb helemaal geen zorgen. Want mijn rijkdom en geluk zitten hier in mijn hart. En dan heeft de markies door dat hij werkelijk met een gelukkig mens te maken heeft. Goed, dan heb ik nog één laatste vraag voor u. U mag mij het hemd van het lijf vragen. Dat was ik nu juist van plan. Hoe bedoelt u? Nou, uw hemd. Mag mijn zoon met u van hemd ruilen, zodat hij uw geluk kan aantrekken? Nou meneer, nu vraagt u wel iets van mij. Ik kan u betalen, zoveel als u maar wilt. Meneer, u kunt mijn hemd helemaal voor niets krijgen, maar wat is uw probleem? Ach meneer, heel eenvoudig. Ik heb helemaal geen hemd. En zo uitgekleed kan het geluk dus zijn.